Goedemiddag iedereen. Dus zoals Evelien daarnet zei, ben ik nog maar net gestart. En het betreft een onderzoek waarbij we gaan kijken wat dat een mogelijke diervriendelijke methode is voor het doden van individueel pluimvee. Volgens de wetgeving, dus zowel Europese als de Belgische wetgeving, staat daarin dat de pluimveehouder minimum 2 keer per dag inspectie moet doen in de stal, waarbij dat er voornamelijk aandacht moet zijn voor het dierenwelzijn en ook natuurlijk voor diergezondheid. Wanneer dat er abnormaliteiten gezien worden, dus zoals ernstige verwondingen, kreupelheid of algemene gezondheidsstoornissen, wordt er eventueel een behandeling ingezet. Waarbij dat het heel belangrijk is dat er geen transport toegestaan is bij kreupele dieren. En daarbij moet er dan overgegaan worden tot eigenlijk het onmiddellijk doden van het dier. Daarin wordt gesteld dat dit op een efficiënte en een humane manier moet gebeuren. De meest gebruikte manieren die nu toegepast worden is een manuele of mechanische cervicale dislocatie of eventueel ook een percutane slag op de kop, afhankelijk van welke diersoort dat het is. Bij de kalkoenen gaat dat eerder naar de mechanische cervicale dislocatie gaan. In de Europese wetgeving staat er natuurlijk enkele opmerkingen daarbij. En daarvoor is bij een manuele cervicale dislocatie is eigenlijk maar toegestaan tot en met 3 kilogram en met een maximum van 70 dieren per dag. Bij de mechanische cervicale dislocatie is het toegestaan tot 5 kilogram. En bij een percutane slag op de kop ook tot 5 kilogram met ook een maximum van 70 dieren per dag. Daarbij is voornamelijk het gewicht van een groot belang, want ik denk niet dat er veel veehouders meer dan 70 dieren per dag moeten doden. Daarbij had de Vlaamse overheid eigenlijk een vraag opgesteld, of een onderzoeksvraag gesteld, om dus een onderzoek te richten naar de ontwikkeling van een techniek voor het doden van voornamelijk het zwaar pluimvee, dus kalkoenen en vlieskippen. En die eigenlijk zowel diervriendelijk moet zijn als ook praktisch toepasbaar op een bedrijf. En dit eigenlijk dus praktisch toepasbaar op een bedrijf, dus dat het makkelijk te gebruiken is, betrouwbaar, geen te grote installatie en niet duur mag zijn. De alternatieven dus voor de cervicale dislocatie en de percutane slag op de kop zijn er enkele beschreven in de Europese wetgeving, zoals dat je hier kan zien. Maar waarbij dat wij denken dat een niet-penetrerend pensietoestel en een elektrische bedwelming eventueel een alternatief kan zijn op het bedrijf. En deze technieken zouden dan vergeleken worden met de gangbare technieken en dit zowel bij kip als bij kalkoen. Het onderzoek hebben wij dus samen met ILVO, samen met de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent binnengehaald. En daarbij is eigenlijk het eerste deel van het onderzoek een enquête dat gehouden zal worden, zowel onder de dierenartsen als onder de pluimveehouders. En daarbij willen we eigenlijk een inzicht krijgen in het gebruik en de kennis van de verschillende technieken bij hen. Hoe worden de dieren geselecteerd, welke dodingstechnieken worden toegepast en welke technieken zijn er gekend. En ook welke parameters dat zij belangrijk vinden om voor een bepaalde techniek te kiezen. Dus gaan zij eerder voor snelheid, de goedkoop, diervriendelijkheid, gemakkelijkheid, veiligheid. En dan in een tweede deel van het onderzoek gaan we de verschillende technieken testen. Waarbij dat de twee diersoorten gebruikt worden, dus enerzijds vleeskip en anderzijds vleeskalkoen. Er worden 3 gewichten getest, dus op 3 verschillende leeftijden. En dan wordt de gangbare techniek dus telkens met 2 alternatieve technieken vergeleken. En daarbij worden er verschillende controles verschillende parameters bekeken. Dus hersenactiviteit wordt bekeken door middel van EEG-toestel, ademhaling, reflexen en achteraf ook nog een postmortem onderzoek. En dan is er eigenlijk een tweede test die gebeurd wordt door de pluimveehouder zelf. En deze gaat eigenlijk telkens 1 techniek uittesten en gaat dan ook gedurende een volledige productieronde en gaat dan ook een beoordeling kunnen geven. Omdat het ook van belang is dat zij het ook gebruiksvriendelijk vinden.
Dus de conclusie is eigenlijk om, tot de beste techniek te komen om individueel pluimvee te doden. Dus dit gaat enkel over individueel pluimvee, dus niet in een slachterij of zo. Dus enkel op het bedrijf. Dat dus zowel diervriendelijk efficiënt is, en dit per diersoort en per gewicht. Dus eventueel daar ook gewichten op zetten. En aanvaardbaar is voor dierenartsen en pluimveehouders. En de resultaten zouden verwacht worden in mei 2018. Voilà, dankjewel.